Ja, dit zou hier denk ik wel heel cool staan. Dit is wel echt jouw kleur ook, vind ik hoor. Boel gaat nu kijken. Het stort hier allemaal in. Hoi, superleuk dat je kijkt. Ik ben Sarah en vandaag heb ik echt een hele leuke fashion video voor jullie. Ik ging namelijk Utrecht in samen met mijn vriendinnetje Bonnie. En ze is ook een YouTuber, jullie kennen haar vast wel. En ik had eigenlijk best wel een leuk spontaan idee. Namelijk dat het me heel erg interessant zou lijken als zij wat outfits voor mij zou uitzoeken. En dat vond zij gelukkig ook heel erg leuk. Eigenlijk heb ik Bonnie heel erg vrijgelaten in de criteria van de outfit. Ik had zoiets van, ze mag best dingen uitzoeken waarvan ze juist denkt, oh, dat past heel erg bij Sarah en dat is misschien wel echt haar stijl. Maar ze mag ook dingen uitzoeken waarvan ze denkt, wow, daar zou ik Sarah wel eens in willen zien. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien en ik denk ook niet dat ze dat zelf snel zou kiezen. En we zijn als eerste in de Stradivarius gegaan en daar heeft Bonnie de eerste outfit samengesteld voor me. En jullie gaan beelden zien die zowel in de winkel zijn gefilmd tijdens het uitzoeken als in de pashokjes. Dus let's go! We zijn nu in Stradivarius en ik zie dus deze pashok. Maar ik vind dit gelijk iets wat jouw heel cool zou staan. Ook wel een beetje jouw stijl. Ja, ik zou het zelf ook nog wel proberen, denk ik. Ja, dit wordt het eerste wat ik eigenlijk ben benieuwd. Alleen waar ligt hij dan? Ja, hij ligt daar. Oh. Omdat ik deze ook wel heel fancy. En ik heb jou volgens mij nog nooit met een fanny pack gezien. Ja, die heb ik wel eens gehad, maar alleen bij een festival. Maar niet zo'n fancy one hoor. Dus ja, dat is wel leuk. Ik ga dit niet alle twee doen. Nee, dan moet je even kiezen. Even een keuze maken. Moeilijk. Maar ik wil iets met deze printen. Ja. Bonnie zegt net, dit is echt een Sarah trui. Maar ik heb inderdaad deze bijna met de veels. Maar het is ook jouw kleur eigenlijk. Toch? Ja, dat oranje. Ja, van H&M. Maar ik mag geen oranje trui meer. Nee, alleen witte. Ja. Bonnie is trouwens een pas op je shoplog aan het opnemen. Die staat misschien, ik denk dat die al online staat, zullen jullie dit zien? Nou, bijna komt zondag, ja. Nee, mijne iets later, dus... Okay, ik ben voor deze slangen... Is het slangenprint, ja, hè? Ja, toch? Ja, volgens mij wel. Oh, ja. Ik ben voor deze broek gegaan. Ja. En ik ga hem combineren met deze trui, die ik zelf ook heb. Echt heel cool, zo'n oversized. Echt een Sarah-trui. Ja, heel leuk. En ik ga iets pakken wat jou leuk zou staan, want jij denkt niet zo snel erop kiezen. Oeh, exciting. Wat dan? Wat is dat? Een diadeem. Oh, dat is heel... Dat doe ik echt nooit in zoiets. Nee, maar dit zou wel leuk bij de outfit staan. Leuk. Bij jou. Ik vind het een leuk eerste outfit. En doen we ook schoenen? Mag. Ja, het is wel leuk misschien. Deze is zo stoer. Ze zijn heel gaaf. Maar ik ben echt benieuwd. Ik weet niet zo goed of ik deze leuk vind bij de broek. Ik ga er nog even over. Denk maar even over na. Nou, ik ga dus de outfit passen. Die bondvormen bij elkaar gezocht. Het is dus een flared slangenprintbroek. En deze crème trui. En dit was als accessoire deze fanny pack. En een haarband. En ze zei dat ik gewoon mijn eigen laarsjes erbij aan moest doen. Dus die ga ik aanhouden. En ik heb voor mezelf nog even een rokje. Was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, maar ik wilde even kijken. Ik heb nu alleen de trui aan. En dat vind ik echt al heerlijk. Super leuk. Ja, ik zou dit zelf ook gewoon willen dragen. Maar niet echt in de combi die Bon heeft gemaakt. Dus daarom ben ik heel erg benieuwd. Maar deze zit zo lekker. En hij heeft van die super grote lange mouwen. Ik heb hem in een M aan. Dus hij is eigenlijk een soort van extra oversized. Maar dat vind ik wel heel leuk. En de lengte is ook leuk. Kan je makkelijk instoppen. Ik heb nu de broek aan. En het verbaast me oprecht. Want eerlijk, toen hij los lag. Ik hou wel van slangenprint. Maar ik twijfelde een beetje of ik het een beetje een goedkoop stofje vond. En of ik de print net wat te flats vond. Ik kies zelf eerder voor die iets grijzere slangenprint. En deze is echt beige. Maar ja, ik had ook verwacht dat hij doorscheen. Maar het zit eigenlijk heel goed. En hij is lekker lang. Hij is met platte schoenen is hij zelfs te lang. Maar met hakken is het perfect zoals je ziet. Het zit super stretchy. En deze is trouwens 20 euro zie ik. Het enige wat ik niet helemaal zeker weet is hier zit een soort van... Alsof hier een rits achter zit. Dat vind ik een beetje gek. Ik weet niet echt wat het toevoegt. Maar ja, ik weet niet of Bon wil dat ik de trui los doe of erin. Dus dat moet ik zo even aan haar vragen. Ik ga nu eerst de accessoires toevoegen. Oké, ik heb de accessoires toegevoegd. En die haarband, ja, het is niet echt mijn ding. En dit etiket is heel moeilijk om doorheen te kijken, want die is huge. Maar op zich, ik snap het nog wel bij deze look. Ik vind het misschien wel best leuk, denk ik. Al denk ik niet dat ik het snel zou dragen. Ik snap wel een beetje de vibe. Maar dit tasje vind ik niks. Ik vind hem te groot. Ik vind die zoveel ritsen een beetje cheapy. Het is niet mooi, vind ik. En ook niet bij deze look. Maar goed, ik ben benieuwd wat Bon zelf ervan vindt. Ik ga er even roepen zo. Bon gaat nu kijken.
Oh my god, die ziet er heel cool uit. Ja, vind je het cool? Oh mijn god, maar wel heel anders dan normaal. Ja, nou, ik zei die haarband heel moeilijk om door de dingen heen te kijken. Oh. Maar ik vind die haarband op zich nog best wel leuk. Alleen ik vind dit tasje niet. Ja, het is niet echt Sarah. Hij is zo groot ook. Ja, het is echt niet zo'n bulky. Meer zo'n kleinere fanny pack zou misschien leuker zijn. Echt, hè? Maar die broek staat je echt Het verbaast me, hij schijnt er helemaal niet door. Wauw, ik moet wel zeggen, jij bent wel iemand bij wie alles echt zo goed staat. Nou nu zie je ook weer... Het stort hier allemaal in. Het is hier ook zo warm. Het is echt heel warm. Maar zeg maar, nu heb je... Jij doet nooit echt zo'n hele wijde trui met ook flared broek. Nee. Dan staat je wel weer gewoon. Echt leuk. Ik geef deze outfit echt wel een... Zonder fanny pack een 8. Met fanny pack een 7. Heel leuk om te zien. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je benieuwd bent, deze trui is trouwens 30 euro. Ik zoek echt nog zo'n bruin suède rokje. En ik heb nu een echt suède. En die kwaliteit is zo mooi. Hij is 40 euro. Maar ik vind die veel mooier dan heel veel van die rokjes die je ziet. En drukknoopjes. En hij past perfect. Dit is een maat 38. Fijne lengte. Ik heb de trui nu even bij dit rokje geprobeerd. En ik ben er dus over uit dat ik ze maar gewoon allebei moet nemen. Dus Bon heeft me geïnfluenced met de trui en we kunnen matchen, want zij neemt deze ook. Dat was dus de eerste outfit en eigenlijk vind ik het best wel een Sarah outfit. Hoewel ik de items bij elkaar misschien niet zo snel zo zou hebben gecombineerd. De trui ben ik echt mega blij mee. En als ik de broek zo terugzie op de beelden, dan heb ik misschien een klein beetje spijt dat ik hem niet heb gekocht. Maar ja, ik weet niet, het stofje voelde toch net een beetje goedkoop aan of zo. Maar ik vind het er wel heel tof uitzien als ik het zo terugkijk. En toen gingen we naar de volgende winkel en dat is de H&M. En het leek Bonnie wel leuk om dan een iets meer glam of feestelijke outfit te doen. Omdat die ander natuurlijk iets meer casual was. Dus dat is waar ze eigenlijk vooral voor ging. En nou ja, in ieder geval kan ik je vast zeggen dat die look heel anders is geworden dan de eerste. Wat weer heel erg leuk is. En nou, ga maar lekker kijken. Bon en ik gaan nu de H&M in. En hier gaat ze een tweede outfitje voor me zoeken. Dus ik ben erg benieuwd wat het gaat worden. Ik zit dus te kijken, want ik zou jou heel graag hierin willen zien. Dit heeft Nick echt precies. Ja, dan ben ik, kan ik met Nick matchen. Ja. Ben ik met Nick een AWB koppel. Ik vind het model echt een beetje lomp. En ja, het is een beetje lang, hè? Ja. Dus jammer. Het niet worden. Bijna. Dat zou je ook mooi staan. Ja, ik mag niks zeggen. Ik wil steeds zeggen wat ik ervan vind. Ja, ik vind het wel leuk. Alleen ik vind het stofje van dat van box net zo. Oh ja, een beetje ertussenin. Misschien ga ik dit voor je kiezen. Party look of zo. Ja. Dat is schattig. Nou, ik weet niet echt wat ik er dan op wil. Onthoud het. Ja, dit zou ik zelf denk ik nooit uitkiezen. Dus dat zou wel grappig zijn. Ja, dit zou hier denk ik wel heel cool staan. Dit is wel echt jouw kleur ook, vind ik hoor. Oh, nou, we gaan Zelfde het zien. Zelfde kleur weer als die in de trui. Ja, dat klopt. Maar dan is het ook gelijk zo sportief, doordat het zo'n jasje is. Daarom zou ik het misschien niet zo snel pakken, maar het is wel cool. Ja, ik ga hier een strakke... Het is ook een beetje vintage of retro of zo. Ja. Bon pakte net ook deze trui. Dat zou ik ook echt niet snel zelf dragen. Ja, thuis, als huiskloffie. Nou, ik ging kijken wat ik hierbij deelde. En eigenlijk wil ik gewoon een zwarte, strakke broek. En toen zag ik deze fake leather. Nou, die vind ik dus heel stoer. Hier wil ik jou wel echt in zien. En cool. Dit hangt ernaast. Dat vind ik ook leuk bij de outfit. Party. Ik heb gewoon bijna zo'n topje, maar dan met een open rug. Een body is dat. Dit is geen body. Dit is gewoon een lange mouwtje. Oh, wel heel dus als tof. Als je die dan hierin stopt en dan wel heel stoer dit jasje erop doet, ben ik heel benieuwd. Het is wel een leuk contrast, denk ik. Ja. Ik ben ook benieuwd. God. Ik heb nu het truitje aan wat Bon voor me had uitgezocht. En deze vind ik echt heel erg leuk. Ik heb zelf ook zoiets zwart met zilveren glitters, maar dan een body. En dit zou ik zelf ook wel echt uitkiezen, denk ik. Dus dat is wel heel leuk. En nu ga ik deze broek erbij aandoen. Dit is een soort van nepleer of zo. Maar wel een heel apart model. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik heb al eeuwen niet meer zo'n broek aangehad. Oké, Bon kijkt nog niet echt. Nee. Die gaat straks alles in totaal zien. Maar ik heb nu deze broek aangetrokken. En ik vind hem eigenlijk best wel lekker zitten. Heel vaak trekken zulke broeken bij mij een beetje. Dus dat is wel heel fijn. En ik vind die naad die hier in het midden overheen loopt, denk ik wel leuk. Alleen die onderkant, dat weet ik niet zo. Het is bijna een soort van flared of zo bij die split. En deze zou ik er zelf nooit bij kiezen. Maar is misschien juist heel leuk. Oké, ik heb die jas nu ook aan. Bon, wat vind je ervan? Mag ik kijken? Ja, je mag kijken. Oh, ik vind die broek niet zo leuk.
Nee, het is wel... Heel raar, die split. Gek, maar ja, die split. Oh, die jas. Die staat zo cool. Nou, de kleur haalt mijn gezicht best wel op of zo. Dat maar is best grappig. Maar ik vind het wel echt heel leuk staan, zeg. Ja, het verrast me wel, moet ik zeggen. Wauw. Ik ga zo even dicht doen om te kijken of ik het dan... Ik vind het ook echt stoer met je haarkleur. Oh, thanks. En mag ik het topje zien? Ja, zeker. Oh, mooi. Maar had je hem erin of eruit bedacht? Erin. Oh, nou heb ik goed gedaan. Ja, goed zo. Ja, die leuk. Is gewoon leuk, toch? Maar daar kan ook niet zoveel mis mee zijn. Nee, maar dit is wel leuk. Ik vind het ook wel leuk met een jas, een topje. Ja, dat had ik dan weer echt niet verwacht. Maar ik ben wel benieuwd. Zullen we vragen of ze de eerste of tweede outfit leuker vond? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik vind zelf denk ik de eerste leuker. Ik vind de eerste ook het leukst. Maar ik vind de jas van de tweede wel echt een van de hoogtepunten. Ja. Maar ik vond de eerste denk ik het leukste omdat het ook meer verrassend was of zo voor me. Zeg maar deze outfit, ook al is die broek bijzonder, zou ik zelf misschien nog wel hebben gekozen. Ja, en het grappige is dus juist, want ik dacht, ik weet niet of ik daar moet kijken of daar. Ja, maakt niet uit. Ik dacht dus dat die eerste outfit juist meer een Sarah outfit zou zijn en die tweede juist wat gekker. En ja. Jij ziet het juist anders. Ja, ik weet leuk. Niet. Ja, ik weet ook niet zo goed waarom. Maar grappig. Ja, zelfs dicht zie je gewoon dat het door lucht is. Ja. Hij is nog best wel flatterend door de lengte. Ik vind dat je deze echt moet nemen eigenlijk. Oh, wat doe je me aan, Bon? No. Nou, als je het echt niet gaat dragen of niet nodig hebt. Nou, niet. Ik zou het echt wel dragen als ik hem heb, maar een beetje hetzelfde als jij met truien. Ik heb gewoon al heel veel jassen. Ja, nee, dus doe maar niet. Ik dan. Doe het maar niet. Maar hij staat wel heel leuk. Maar jij wil hem stiekem zelf of niet? Nee, maar ik moet hem ook echt niet kopen. Oké. Nou, is Bon hem zelf aan het passen. Ja, ik heb echt geen jas nodig, maar ik vind hem heel leuk. Ja, hij is leuk, hè? Hij is gewoon heel goed ontworpen qua model. Zeg maar alleen al hoe dit bijvoorbeeld staat. Ja. En gewoon hoe die hier valt en die mouwen. Het is echt perfect. Ja, we zijn erover uit als je nog een bomberjasje zoekt. Of hoe noem je het nou? Pufferjasje, toch? Ja, dat is het. Pufferjacket. Dan is dit echt een goeie. Hij was ook in het zwart inderdaad. En een lichtblauw. Ja, en lichtblauw. Maar ik vind deze kleur wel heel cool. Ik ook. Deze vind ik het tofst. En hij is €40. Als iemand nog twee van deze jassen heeft die niet wil... Geef hem aan ons. Wij willen wel. Tweede outfit ook heel erg tof. Dat bomberjasje zou ik echt niet snel proberen. Maar ik vond hem zo vet. Ik heb hem bijna gekocht. Maar ik heb te veel jassen. En ja, ik denk dat het toch net niet helemaal bij mijn stijl past. En dan zou het gewoon heel zonde zijn als ik er heel snel weer op uitgekeken ben. Of ik noem het een bomberjas. Maar het is een puffer jacket, geloof ik. In ieder geval vond ik het wel heel erg leuk om op deze manier toch weer eventjes wat dingetjes te proberen die ik normaal niet echt had gepakt. Het is gewoon altijd zo leuk om je te laten verrassen door de visie van iemand anders. Ik kan je echt aanraden om dat ook gewoon een keer met zo'n vriendin te doen. Want soms dan klopt een beeld dat je hebt in je hoofd van een item dat misschien niet bij je staat, klopt helemaal niet. Dat is natuurlijk ook een beetje wat ik juist bij de gasten doe in mijn eigen serie Prove You Wrong. Maar ik dacht, hoezo zou ik het niet een beetje bij mezelf laten doen op deze manier? Vond je deze video nou leuk? Dan zou ik het top vinden als je een duimpje omhoog wil doen. Daar help je me heel erg mee. En een reactie achter wil laten welke outfit natuurlijk jouw favoriet was. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doei doei!